Yo, yo, yo mensen, mijn naam is Ashley en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Let's try it! Hoezo is dit lekker? Damn! Zo mensen, ik ben hier momenteel aan het bellen samen met Alicia Layton, zoals jullie wel waarschijnlijk kennen op TikTok. Als jullie haar nog niet kennen, linkjes staan in de beschrijving. En haar YouTube-kanaal. Ja, mensen, ze heeft ook een YouTube-kanaal. En ga die zeker even checken. Er staat ook een linkje in de bio. Beschrijving. Maar oh my god, ik ben hier momenteel aan het bellen met haar. Echt een pracht van een meid. Ze kan gewoon keimooi zingen. Echt insane. Willen jullie haar zien, mensen? Ik ga niet te lang van dit muziek laten spelen, want anders is het copyright. Mensen, laat jullie mening achter hier in de comments. Wees lief. Ik vind jullie. Nee, sowieso. Maar ik ga subiet gaan slapen. Ik ga subiet het gesprek afronden binnen een uurtje, twee uurtjes. Dus ze zien hoe lang dat ze wil wakker blijven. Subiet ga ik afronden. Ik heb een beetje dronken, een klein beetje. Mensen, pssst, niet praten. Niet zijn in de comment. Dat is sowieso even lachen. Oké, mensen, ik zie jullie morgen. En morgen gaat het een vette dag worden. Weet wat ik ga doen, weet ik niet. Ik ga waarschijnlijk naar de action. Nee, want het is zondag. Ik weet niet wat ik ga doen. Yo, later. Oké, mensen, dit is alweer de volgende dag. Nee, we zijn eigenlijk al twee dagen verder. Wat echt wel crazy is. Maar een hele goede morgen zonder zorgen. Eigenlijk is het al middag, dus live. Oké, sweat. Ik ben hier nu voorlopig wat TikTok aan het kijken en zo op het gemakje. Zo hard chill. En wat de plannen zijn voor vandaag is dat ik normaal naar een Action ga gaan. Of naar een andere winkel om wat kerstspullen te gaan halen. Omdat ik er zin in heb. Maar eerst en vooral ga ik iets ontbijten. Slash een middagmaal. Is dat eigenlijk lunch? Ja, want ik ga maar te lullen. Maakt helemaal niet uit. Maar ik ga dus iets eten. Maar zoals je ziet, t-shirtje, onderbroek. Ik ga eerst andere kleren aandoen. Dus wait a minute. Wow. Ja, is de transitie goed gelukt? Dat weet ik niet. Maar we gaan dat speed kijken als we aan het editen zijn. Maar nu ga ik lekker een broodje in de oven steken. Twee ovenbroodjes, die steek ik nu in de oven. Dus let's go. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn, want ik ga hier lekker van genieten. Ik kan ook een glaasje fruit op drinken. Let's go! Joe. Zo mensen, dat broodje met de glaasje fruitsap was overheerlijk. Maar we zijn nu eigenlijk al enkele uren verder. En ik zeg nu aan de bushalte, want ik ben aan het wachten op de bus 5. Omdat ik ergens naartoe ga gaan. Ik ga naar de Action. Ja, ik ga naar de Action. Ik ga kijken of dat er daar kerstspullen zijn. En zo ja, dan ga ik dat sowieso gaan halen. Gewoon mijn kamer in een kerstversiering steken. Ja, sowieso een lekker sfeertje. Want het is bijna kerst, het is bijna nieuwjaar. En ik wil dit jaar wel goed afsluiten. En ik hoop dat we sowieso zeker de 3, 4, 5k halen op het einde van het jaar. Niets is onmogelijk. Niets is onmogelijk. Onthoud dat hoe gewoon. Ja, ik ben hier lekker aan het vibe op muziek. Ik ben zwaar goede muziek uit luisteren, niet normaal. Maar hoe gaat het gaan? Oké, zo, ik zit dan op de bus. Ik moet zeggen, dit is hier echt wel warm. Dit is hier goed lekker warm. Buiten is redelijk koud. Het is bijna aan het vriezen, moet ik wel zeggen. Maar ja, ik kan er tegen. Lekker chill. Ik moet ook wel zeggen, ik kan echt wel eens genieten van een busrit, tramrit, treinrit of mijn auto. Hoe lekker rondkijken, gezellig vibe op je eentje. Dit is prachtig. Maar zo, ik zie jullie terug wanneer ik van de bus ben en dat we naar de Action gaan. Dus let's fucking go.
Oké, zo mensen, ik ben dus beland bij Dok Noord, zoals jullie zien op de achtergrond. Ik ga nu naar de Action gaan en ik ga kijken wat voor vette spullen dan ze hebben. Meestal zijn zo prulletjes, maar we gaan gewoon even checken. Ik heb er echt wel veel zin in, maar ik moet zeggen, het is echt mega koud. Het is gewoon next level. Hoi, yo, daarnet heb ik deze blunder meegemaakt. Ik ging zo echt zo zelfzeker naar een straat toe, want ik dacht dat dat een korte weg was. Dus ik zo heel zelfzeker wandelen. Kom ik in die straat, dacht ik, yes, eigenlijk de korte weg. Kom ik aan het einde, zie ik gewoon volledige grote hekken staan. Dus heb ik nogal gelijk een volledige omleiding moeten doen. Wajo, maakt niet uit, maar ik ga nu naar de Action en kijken of we ons daar vet spul hebben. Let's go! Oké, zo mensen, ik ben nu momenteel in de Action. En we lekker checken wat we hier hebben. Oh, ik hoop dat ik niet te veel ga kopen, want ik ben zo iemand, als ik iets interessants zie, ga ik het gewoon meepakken. Dus nu moet ik een beetje opletten. Maar we gaan gewoon lekker shoppen hier in de Action. Let's go! Oké, zo mensen, ik kwam hier eigenlijk voor kerstspullen, maar ik heb bijna niks van kerst mee. Helemaal bijna niks. Alleen maar geurdingen. Ja, ik ben echt wel een fan van fragrances, van alles. Dit is al wat ik mee heb voor kerst. Zo, slingers. En ik heb ook nog kerstverlichting mee, van een meter lang, niet groot dus. Met allerlei verschillende kleurtjes. Dat is al wat ik mee heb. En ik heb ook een pot mayonaise mee. Waarom pak ik dat mee? Waarom weet ik niet. Maar hey, life. Als je naar een Action gaat, weet je dat je meer dingen gaat meepakken dan dat je normaal moet meepakken. Allee, zo ben ik toch. Ik ga nu naar de kassa, alles inladen en zo en betalen. Weg uit een Action, want anders ga ik blijven kopen. En dat is ook niet de bedoeling. Zo mensen, ik ben dus thuis en het is tijd om lekker iets te eten. Ja, het is niet gezond mensen. Nee, het is totaal niet gezond. Het is een lekker frietje. Ik ga een lekker frietje stekken. Oeh. Dit is genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Let's fucking go. Oké, zo mensen. Dit is alweer de volgende dag. Ja, ik was van plan om deze clipje gisteren op te nemen, maar ik heb het niet kunnen doen, omdat ik nog redelijk veel te doen had. Maar mensen, hier zijn de goodies van Action. Ja, wat een Action, dit is echt wel insane. En ik heb redelijk wat spullen gekocht. Ja, en ik ga jullie nu tonen wat ik heb gekocht. Het is een kleine shophal, het is een shoplog, zeg maar. Oké, laten we gewoon ingaan. Oké, dus, wat heb ik allemaal gekocht? Oké, eerst en vooral, ik ging naar de Action gewoon voor dit te kopen. Ja, zoals je ziet, LED-verlichting voor in een kerstboom te steken. Het is geen heel lange verlichting ofzo, maar het zijn verschillende kleuren. En ik ging gewoon naar daar voor deze lichtjes te kopen. Ja. Yeah. Ik ging naar buiten met een grotere zak dan verwacht en een grotere buit dan verwacht, sowieso. Dus, ik heb deze LED-verlichting gekocht en ik hoop dat ze mooi gaan zijn. Ik ga ze speed testen op mijn kerstboom die ik vandaag of morgen ga plaatsen. Ik weet niet wanneer, maar dit zien jullie in de volgende video, sowieso. En ik ben all about de geur. Nou, echt waar, ik hou van goed ruikende dingen. Klinkt heel raar, ik weet het. Maar wat heb ik ook gekocht? Ik heb een geurkaars gekocht, zoals je ziet, Dark Forest. Het is een soort groenige kleur van kaars dat het is. En ik ben echt wel benieuwd hoe dat het ruikt. Dus laten we eens testen. Oh, damn! Huh? Dit ruikt natuurlijk. Zo is het natuur. Oh my god, het ruikt enorm goed. Ik ga deze vanavond aansteken. Gewoon voor een beetje sfeer en een goed ruikende kamer. Sowieso, ik ben echt wel blij met deze geurkaars. Geurkaarsje!
Ja, mensen, zoals je ziet, de zak van Nexus staat hier in beeld. Dus ik wist niet waar ik het anders moest zetten. Maar oké, we gaan door naar de volgende item. De volgende item heeft ook met geur te maken. En dat is voor mijn geurstokjes in te steken. Een fragrance soort flesje-achtig iets, zoals je ziet. Bam, hey, prachtig toch? Dit gaan we subiet ook krijgen en we gaan dit sowieso ook in mijn kamer zetten. Maar wacht, ik heb nog ene. Ik heb maar een andere geur. Dus ik ben eigenlijk aan het denken welke geur dat ik eerst zou gebruiken. Dit is cotton lavender. Wauw, prachtig toch? Oké, ik denk dat ik eerst deze ga gebruiken. Ik ga dit ergens op mijn kamer zetten. Waarschijnlijk in de hoek van mijn kast, zoals je hier ziet. Daar in de hoek ga ik hem plaatsen. En dan ga ik deze in mijn kast steken voor de volgende keer. Wow, ik ben echt wel mega blij, want mijn kamer gaat goed ruiken. En ik heb ook zo'n airwick staan. En in de Action heb je ook redelijk goedkope van die airwick versies. Die spray, zeg maar. Ik heb er 2 gekocht. Ik heb Supreme Forest. En ik heb ook Forever Berry Love. Wow, amazing toch? Ik ben echt wel benieuwd welke dat ik eerst ga gebruiken. En het is allemaal Winter Edition. Nee, dat is allemaal Limited Winter Edition. En ik ben echt wel stoked. En ik denk toch wel dat ik voor de Supreme Forest ga gaan. Omdat het samen met de kaars waarschijnlijk goed gaat passen. Dus ga ik waarschijnlijk dit in mijn airwick steken. Waar... En ik ben echt wel stoked om dit te proberen. Oké. Dus we hebben dit. We hebben nu al in totaal 5 dingen dat geur afgeeft. Een zeer goede geur waarschijnlijk. En wat ik ook heb gekocht. Dit boeit waarschijnlijk niemand. Maar het is een kleine tip die ik kan meegeven voor de fragrances. Dat je kunt aandoen ofzo. Maar ik heb 2 potjes vaseline gekocht. Ja, ja. Deze video is niet gesponsord trouwens mensen. Ik heb het allemaal zelf betaald. De reden waarom ik vaseline heb gekocht is omdat ik een fragrance guy ben en ik heb heel veel parfum. En ik heb de tip ook meegekregen en ik wil die samen delen met jullie. Dus zeg maar, als je vaseline op je nek doet ofzo, of op de pulse point waarop je je parfum gaat spuiten. Als je die een klein beetje vaseline op doet en dan je parfum op spuit, blijft de parfum beter op de huid zitten. En blijft hij ook langer op de huid zitten, wat echt wel nice is. En ik ga dat subiet ook proberen, want ik moest subiet weg, want ik heb een afspraak. Dus we gaan het gewoon doen. Een beetje vaseline op mij doen en parfum gebruiken. En dan ga ik zeggen of dat het goed werkt of niet. Maar dat is een kleine tip dat ik jullie kan meegeven. Want heel veel fragrance guys, like Jeremy Fragrance, Jen Sands, So Scent of Seeds. Zij zeggen allemaal dat dit goed is voor je parfum. Je moet het parfum te presenteren of te performen. Het is gewoon beter. Ik raak soms niet uit mijn woorden. En ik heb ook echt, de Action is cheap. EF gewoon. Voor deo's, hè. Like, hier, ik heb 3 deo's gekocht van Dove. 3 stuks. En het was in totaal maar 6 euro. Als ik naar de Carrefour ga ofzo, betaal ik voor deze al 4 euro en een beetje. En de Action is keigoedkoop daarin. Wat echt wel amazing is. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik naar de Action ging gaan voor wat kerstspullen te gaan halen. Omdat het bijna kerst is en ik dacht ik wil mijn kamer in de kerstvuur steken. Ik kom buiten met allemaal geurdingen. Oh joh, wat de mensen, dat is niet normaal. Ik heb hier nog enkele producten, gelijk. Ik heb hier ook koffie in een zakje dat je kunt drinken, dat is echt wel insane. Wait a minute. Dit is geen koffie om te drinken? Hè? Dit is echt een blunder gewoon. Mensen! Het is een koffie scrub! Hey! Ik had er sinds gisteren al zin in om dit op te drinken. Omdat er zo'n chupsel op zit, dacht ik van ja, open doen en drinken, gelijk zo die appelmoes, dingetjes. Maar het is voor het gezicht en voor het lichaam. Wow. Lijkt me wel cool. Hey, maar ik dacht even dat er koffie was om te drinken. Yeah, dat is echt een flop gewoon. Waar zat ik met mijn hoofd? Waarom denk ik altijd aan eten en aan drinken? Dat is echt crazy. Insane toch? Dat is echt zo dom van mij.
Ziek lauw. Wacht even. Oké, ik heb... Waarom dacht ik dat het koffie was? Ik heb hier nog enkele items. En wat is dit? Ik heb een lipmask. Dat is een masker voor uw lippen. Ik heb een coconut face mask. En ik heb een gold mask, hydrogel. Dat is een facial mask. Zoals je ziet. En ik heb nog een charcoal peel-off facial mask. Oh, crazy toch? Ik kijk er zeker niet naar uit, totaal niet. Dit lijkt mij pijnlijk. Heel veel mensen kunnen ons daar niet verdragen. En ik kan redelijk goed tegen pijn, maar als het aan mijn gezicht is, yeah, ain't gonna happen. Maar oké, wat mensen, dit was ongeveer alles wat ik heb gekocht. Ik heb ook nog zo 3 drankjes gekocht, zo van Twix, Snicker, M&M, maar die heb ik uitgetest op TikTok. En ik ben er echt wel stoked voor. Dit was de shophaul, zeg maar, dat ik heb gedaan. Dit is shopvlog, shoplog, dit, dat. Hoe de mensen dit zeggen, weet ik niet. Maar als jullie willen dat ik deze in een video ga proberen, al die facial mask, lip mask en die charcoal mask, dat je moet afpeelen, zeg maar. Als jullie willen dat ik probeer, moet deze video zeker 50 likes hebben. Oké, ja, nee, dat is echt wel onrealistisch. Laten we naar de 150 gaan. Oké, Ashley, overdrijf niet eens, overdrijf niet. Bij de 25 likes ga ik een video hierover maken en ga ik hem ook plaatsen. Als ik 25 likes heb, staat deze video online. Ja, ik ga er een video over maken. Ja, ja, mensen. Willen jullie mij zien afzien? Ha, deze video liken. Ha, deze video liken. Oh my god. Oké, ik heb dit nog nooit gedaan. Soort maskers op mij gedaan of dit, dat. Ik ben er normaal niet voor. Maar ik dacht, misschien het is wel leuke content voor op YouTube. Laat het gewoon weten in de comments of jullie dit willen zien. Ja, ik doe dit dan anders met heel veel plezier. Echt waar. Ik kijk er echt wel naar uit. Maar naar deze kijk ik totaal niet uit. Echt. Nee, ik heb er totaal geen zin in. Oh nee, dat is zo pijn. Ik voel die pijn nu al in mijn gezicht. Crazy. Maar kijk eens wat. Willen jullie deze video zien? Drop alvast zeker deze like. Drop alvast zeker deze duimpje in de lucht. Ik ga hier bij de video ook afsluiten. Hebben jullie genoten van deze video? Zoals ik al eerder zei, geef deze video alvast een duimpje omhoog. Hieronder heb je een bakje waar dat er in rood staat abonneren. Klik daar ook zeker even op als je nog niet geabonneerd bent. Want mensen, jullie moeten echt wel geabonneerd zijn. Want er komen echt wel vette video's aan. Hiernaast heb je ook een belletje. Een notificatiebelletje, zoals je ziet. Als je daarop klikt, ga je automatisch een notificatiemelding krijgen van dat er een video online is gekomen. Of een post, of als ik live ga of zo, krijg je daar gewoon een melding voor. En dit is gewoon insane, dit is crazy en dit is nice. Oké. En wat ik zo zeg, mensen, dat is tot de volgende video of vlog later. Oh.